Graaf van Egmond en graaf van Hoorn. Heer Alva, wat een goed idee om samen te gaan eten en alles te bespreken. Verschrikkelijk, die beeldenstorm. Hè? Verschrikkelijk, al die beelden, al die kerken kapot. Ja, het is echt enorm uit de hand gelopen. We schamen ons diep voor wat onze protestantse landgenoten hebben gedaan. Was echt niet de bedoeling. Wilt u onze excuses overbrengen aan de Spaanse koning? En wat fijn dat we er zo tijdens een etentje over kunnen praten. Willem van Oranje is niet met ons meegekomen. Nee, die zei, ja doei, straks worden we gearresteerd en onthoofd. Zo vol wantrouwen, ja. Ongelooflijk. We hebben niets te vrezen, toch? We komen er wel uit, toch? Hallo? Señor Alva? Hallo? Hola? Spreekt hij eigenlijk wel Nederlands? Wacht, ik pak mijn taalgietje erbij. Kom eens daar. Zeg, wat krijgen we eigenlijk te eten? Hè? Ja. Ik heb een beetje trek gekregen van de reis. Zijn wij de enige? Nee, toch? Ik zie helemaal niks te eten, zeg. Misschien laat ze bezorgen. Ja, kleine hapjes. Kan er die tapas? Oh, ja, tapas. Oh, daar ben ik echt gek op. Abotigas, patatas, bravas. Ja. Waar zijn de andere gasten? Ja. Oh, wacht, ik hoor wat. Ja. Oh ja, daar zijn ze. Ja, wordt het toch nog gezellig? Ja, kom op, mensen. Dan gaan we lekker aan de vinos. Soldaten. Dit is een misverstand. Wij zijn gekomen om te eten met die Alva. Comida dan Alva. We zijn trouw aan de koning. Graaf Egmond. Graaf Hoorne. Jullie zijn gearresteerd. Waarom? Zie je wel, hij spreekt wel Nederlands. Willem van Oranje had gelijk. We zijn erin getuind. Schoft, leugenaar. Voer ze weg. Ik zal ze later terechtstellen. Met die rostel kanaille. Waar blijft het eten? Die van dat die komaki. Die van die boeta. En die Willem van Oranje, die krijg ik nog wel. Oh, die Alva, wat een afschuwelijke man. Wat een afschuwelijke man.